Goedemiddag, fijn dat jullie hebben ingeschakeld op mijn YouTube-kanaal. Ik zit hier op de Wintermasters, de wedstrijd georganiseerd door Carlos Pinto, Ken Ruijzen en Luc Poels. Prachtige wedstrijd en veel topdeelname hier. En naast de topdeelname ook hele leuke mensen die hier gewoon op de wedstrijd komen, werken of anderszins hier zijn. En het leek mij aardig om die mensen eens het verhaal voor te houden. Wat Rob Erens vorige week in het nieuws bracht, dat hij zich ernstig zorgen maakt over de springsport. Rob zegt, de talentvolle paarden die worden steeds jonger verkocht, er dreigt leegloop en de wedstrijdkalender die wordt maar voller en voller en dat leidt uiteindelijk tot overbelasting van de paarden. Nou, heb ik bij mij zitten Rob Hatsman. Rob, fijn dat je de tijd even wilde pakken. Dank je wel. Altijd leuk om over dit soort onderwerpen te praten. Nou, even voor de mensen, nou, ik denk niet dat er veel mensen zijn die Rob niet kennen, maar even snel. Rob is paardenman in hart en nieren, fokpaarden, daarnaast actief internationaal jurylid. Ja. En nou, met name vanuit de sport en de fokkerij heb ik jou er maar eens even bij gevraagd. Hè? Want wat dacht jij toen je dat las? Ja, het eerste wat ik natuurlijk dacht van, of tenminste niet dacht, dat hij, vond ik natuurlijk dat hij wel gelijk heeft. We komen waarschijnlijk dan toch wel paarden tekort, de goede althans. En dan heb ik me ook meteen afgevraagd van, joh, Rob, wat heb je er zelf aan gedaan? Want Rob zit in de springcommissie van de KNS en die heeft het probleem aanzien komen en die heeft er mede invloed op. En dan vraag ik altijd, je kan het inderdaad signaleren, maar wat heeft Rob in werk gesteld tot? En ik heb Rob toevallig in december eigenlijk ook al op dit soort dingen gewezen. Van joh, als je ziet wat voor ontwikkelingen onze sport doormaakt, de booming business van de afgelopen 5 jaar. Als je ziet wat er zeker in België gebeurt in de paardensport. Daar zijn wij eigenlijk, hebben wij in Nederland een klein beetje de boot gemist op fokkerijgebied en qua organisatie. En we zitten nu hier in de Pilberg en daar is echt iets unieks neergezet. Maar dat vind je dus veel meer in België, waar veel meer geld omgaat in de hele business. En dat merk je. Dus daar is het tekort aan paarden en wat dan ook is veel minder. Omdat daar veel meer financieel mogelijk is om paarden te kopen, te houden en wat dan ook. En er wordt ook wel verkocht. Maar eigenlijk hebben die gewoon nu momenteel een grote voorsprong dan op de ruiters en op de hele sport in Nederland. Als je dat dan zo zegt erop, dan heb ik eigenlijk wel gelijk een vraag. Je zegt van nou, in België, daar wordt veel meer geld in gestopt en veel meer eigenaren die paarden aanhouden en zo. Hè. Betekent dat het enige probleem is? Of is het punt ook dat ze in België de fokkerij beter voor elkaar hebben ook. En betere paarden hebben? Ook, maar ik bedoel, dat maakt in Nederland natuurlijk niet uit. Want een ruiter interesseert werkelijk niks op welk paard hij rijdt. Want op een papier kan je niet rijden. Je moet een goed paard hebben. En of dat Belgisch gefokt is, of Duits gefokt is, of een mengelmoes is. Want dat is het grote probleem, ook wat we nu momenteel kennen in de hele fokkerij. Ik bedoel, mensen zijn niet meer honkvast. Tenminste, zeker niet in de springpaardenfokkerij. Uh-huh. Ik bedoel, een stamboek is meer een registratiekantoor. En of die nou een blauw papier heeft, of een wit papier, of een paars papier. Daar vraagt eigenlijk niemand naar. Nee. Ja, dat is alleen maar interessant. Welke afstamming er is als het een veulentje is. Op het moment dat een paard echt in de sport gaat lopen, is gewoon zoals het paard is het belangrijkste. Is hij gezond en kan hij erover. Ja. En wil hij de palen boven laten liggen. Ja. Oké, nou, Rob zegt talentvolle paarden worden steeds jonger verkocht. Dan is jouw oproep, zorg dat we die paarden hier houden. De goede. Dat we de goede hier houden. En dan nog even naar die wedstrijdkalender. Jij komt ook op veel wedstrijden, jij ziet veel. Ik weet dat je breed georiënteerd bent op dat vlak. Leidt tot overbelasting. Hoe moeten we dat dan zien? Ja, omdat het dus inmiddels zoveel geld omgaat in onze sport op het hoogste niveau, komt er een druk natuurlijk op die goede paarden. En als die er te weinig zijn, worden ze te veel ingezet. Mm. En dan heeft Rob weer een probleem voor zijn landenwedstrijd. Dus het is, ja, je krijgt wel, voor de ruiters krijg je moeilijke beslissingen. En voor een bondscoach natuurlijk, die zit met het probleem van, joh, kan ik nog het beroep doen? En ja, dan moet je heel veel paarden hebben, wil je elke week op topniveau kunnen acteren. Ja. En ja, dan zit je ook van, moeten wij daar wat van vinden, of tenminste als FVI moeten we wat van vinden, om daar een limit aan te stellen op het aantal starts. Daar heb ik al eens over nagedacht en wel gesproken met mensen. Ja, maar voor het ene paard is 5, 6 weken, 8 weken achter elkaar lopen top. Mm-hmm. Ja, en een andere weer niet. En voor de ene vormt het overbelasting. Ja. En
Dat is een hele moeilijke discussie. Ja. Maar daar moeten we misschien wel een keer wat van vinden. Uit welzijn van de paarden. Dat ze niet overal ingezet worden. Ja. En vanaf het vliegtuig meteen weer op transport gaan naar het volgende concours. Ja, ja, ja. Oké. Nou, mooi zo even gesproken te hebben. Nou, als laatste heb jij dan... want Rob die gooit een balletje op. Deed hij laatst in de publiciteit. En dat heeft hij eind vorig jaar toen ik hem geïnterviewd heb eigenlijk ook al aangegeven. Wat zou jij Rob willen meegeven? Wat zou je hem adviseren dan? Eén, zorg inderdaad voor dat de opleiding van jonge paarden goed kan gebeuren. Mm-hmm. Ja, dus dat we een kader krijgen van ruiters die gewoon jonge paarden op kunnen leiden. Want daar praat ik ook wel eens over met ruiters. En die hebben allemaal hetzelfde probleem. De opleiding van die 4 tot en met 7-jarigen, dat moet zorgvuldig gebeuren. Mm-hmm. Dat hoeven geen topruiters te zijn, maar daar moet wel een bepaalde gedachte achter zitten. En een bepaald iets. Want ze moeten heel gehouden worden. Ze moeten toch wat leren. Ze moeten overal een keer binnen zijn geweest. Dat ze uiteindelijk, als ze naar die topruiter gaan, ook al een hele hoop weten. Ja? En daarnaast moet je dan gaan kijken van hoe kunnen wij die paarden in Nederland en bij die goede ruiters krijgen. Dat is de opdracht. Nou ja, dat is de tip. Dat is de tip. Ja. Voor Rob. Maar dat heeft ook weer met financiën te maken. En met, want het gaat uiteindelijk weer om de handel en om het geld. En dat is leidinggevend bijna in dit. Allemaal mee te maken. Oké. Dankjewel voor je tijd, Rob. Oké. En veel succes hier op de wedstrijd. Want je bent vandaag en morgen nog actief hier op de Winterbaan. Vind je dat trouwens van de wedstrijd? Ja, fantastisch natuurlijk. Die enorme grote piste. En dan zie je ook wat ruimte en wat licht doet. En zeker op dit niveau, op de 3 sterren. En je hebt die ruimte echt wel nodig. Wil je mooie parcoursen bouwen. En dat hebben we gisteravond gezien in sport. Dat was echt fantastisch. Fenomenaal, hè? Ja. Nou, mooi. Zijn we trots op. Dankjewel. Dit was nummer 1 die ik ging vragen in de rij van mensen die ik probeer voor de camera te krijgen. Rob Hatsman, nogmaals, heel erg bedankt. Ja. En nou, wat was jouw eerste gedachte toen je het stuk van Rob las? Nee, ik moet zeggen, ik spaar veel met Rob en ik deel zijn zorgen. En daar wordt veel verkocht. We zijn natuurlijk een zakenlandje en helaas, we moeten nog heel trots zijn op de enkele eigenaren die we nog steeds hebben en die nog steeds bereid zijn om een paard te houden voor de sport in Nederland. Daar moeten we heel trots op zijn en dankbaar voor zijn. Maar dat steeds paarden jonger verkocht worden en dat die global markt inderdaad zo extreme vorm aanneemt, hetzelfde eigenlijk als wat je in het voetbal ziet. Dat baart zorgen dat je natuurlijk steeds minder potentie in huis kunt houden. En we proberen natuurlijk als springpaardenfonds wel iets tegenaan te zetten, maar dat zal lang niet voldoende zijn. Dus we hopen dat die paar eigenaren die we nog echt hebben, dat die bereid zijn nog wel steeds te investeren in de toekomst. Maar dat is zeker een probleem. Ja, als we aan het begin beginnen, laten we aan het begin van de keten maar eens starten. Over de kwaliteit van de paarden. Slagen wij er in Nederland in om voldoende kwaliteitsvolle paarden te fokken? Ja, ik denk dat wij nog steeds een van de marktleiders zijn qua fokkerij. Dat blijkt ook vaak genoeg uit de World Rankinglijst die erop gemaakt wordt van breeding, dressuur, springen en eventing. Nogmaals, men weet ook dat hier goede paarden zijn en daarom wordt het ook vaak jong gezocht hier. Ja. En dan worden ze vaak eigenlijk al verkocht voordat ze de kans hebben om zich eigenlijk helemaal te kunnen ontwikkelen hier in Nederland zelf. Uitzondering daar gelaten. Doen wij het dan in de opleiding van de paarden, doen wij het daarin goed? Ze worden verkocht en dan zou je denken van dat is dan ook goed. Maar zouden we daar iets anders in moeten doen? Nee, ik denk dat dat goed is. En ik zeg, we hebben op dit moment gewoon het probleem is dat we meer goede ruiters hebben in Amazones dan goede paarden. En ik denk dat we dat op zich goed doen. Alleen mensen bereid vinden om paarden aan te houden en zelfs tegen aanlokkelijke aanbiedingen toch nee te zeggen. Mm-hmm. Ja, daar zit natuurlijk het probleem een beetje. En ik kan me best wel voorstellen, we weten ook allemaal, en dat weten wij ook zelf als Staal Hendricks, dat er best wel risico's zitten aan paarden door te houden. Ja. Dat er ook soms een blessure kan komen. En dan is natuurlijk de waarde van zo'n paard natuurlijk totaal anders. Dus dat zijn afwegingen die je moet durven te maken als eigenaar of fokker. En dat wordt meestal dan toch, kiest men dan toch voor het geld en niet voor de sport. Ja. Mag ik het vergelijk maken met België? België ook in de fokkerij, volgens mij doen die het ook erg goed. Fokken goede paarden, goede Belgische paarden rondlopen.
sportief gezien België een enorme sprong gemaakt de afgelopen jaren. Is het verschil dan tussen België en Nederland dat België wel over mensen beschikt die in staat zijn, willen, kunnen om die paarden vast te houden? Nou, ik denk dat we ook wel mensen hebben zijn die beschikken die in staat zijn om het te willen doen, maar kunnen doen. Het gaat om, ik denk inderdaad, in België meer mensen op dit moment meer eigenaar rondlopen als in Nederland. Die gewoon enorm van de sport houden en daar kiezen meer sport op één zetten en het geld op punt 2 zetten. Ja, dus dat zou je oproep zijn aan de mensen die ergens iets voelen voor de paardensport? Absoluut, absoluut, absoluut. Ja, ja. En vooral de mensen vooral erg dankbaar zijn die dat wel willen doen en die dat al steeds doen. Ja. Maar nogmaals, we kunnen natuurlijk, willen wij als Nederland blijven meedoen, hebben wij deze mensen nodig, anders wordt het gewoon een moeilijk verhaal. Ja, ja, ja. Emiel, en dan zijn we hier op de Peelbergen. Eigenlijk voor het eerst een 3-ster die hier wordt georganiseerd. Wat vind je ervan? Ik vind dat ik moet alle drie de jongens, Luc, Ken en Carlos, een groot compliment maken. Wat ze hier werkelijk in 2 maanden tijd voor elkaar hebben gekregen, dat neem ik mijn hoed vooraf. Waardevolle toevoeging weer hier aan de Peelbergen, aan deze prachtige accommodatie. En ik hoop vooral dat het ook voor hun straks niet alleen sportief een succes is geweest, want dat is het nu al, kunnen we wel rustig zeggen. Ja. Maar dat het financieel straks ook interessant is voor hun, dat ze er goed uitkomen en dat ze er zelfs hier de streep omhouden. Want ik zou graag zo'n evenement natuurlijk volgend jaar weer terug willen zien. En geweldig. Ik denk niet alleen ik, maar ik denk ook vele ruiters en Amazones. Ja, ja. Die hoofdpiste, het is een 3-sterren wedstrijd, maar die hoofdpiste die heeft een 5-sterren uitstraling, ja. Nu al, hè? Ja. Ja, absoluut. Nee, is heel goed over nagedacht. Eigenlijk met een paar simpele aanpassingen. Het licht doet natuurlijk heel veel, dat kun je al direct zien. En, ja. Ja. Maar het zwart bij het wit allemaal, het tekent heel mooi. En, dus nee, ik denk dat ze een hele goede job gedaan hebben, jongens. Nou, kijk goed. Jij gauw terug, want jullie zijn ook op volle oorlogsterkte hier naartoe gekomen. Wij zijn hier met 2 stalruiters en Michel van Stal Hendricks Kessel is hier. En wij gaan vandaag en morgen nog proberen heel goed ons best te doen. Nou, heel veel succes. Fijn dat je even tijd wilt pakken. En graag tot de volgende keer. Yo. Zo, nog iemand die ik heel graag zou willen bevragen op datgene wat Rob Erens vorige week laatst in de publiciteit bracht. Het tekort aan paarden. Nou, ben ik wel heel erg verheugd om Jur Vrieling naast mij te hebben. Dankjewel Jur, dat je de tijd wilde pakken. Jur is natuurlijk wel een van de vaste waardes in het team. Moet natuurlijk altijd wel de paarden hebben. Heeft denk ik de afgelopen jaren ook het geluk gehad altijd die paarden daadwerkelijk te hebben. Dus Jur heeft Nederland op grote schaal vertegenwoordigd op alle wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, Olympische Spelen. De man is overal geweest. Dus als iemand kan vertellen in wat voor een wereld we nu leven en het verhaal van Rob Erens kan duiden, dan is het Jur zeker ook wel. En ja, dus ook maar eens even die vragen voorleggen. Hè? Want nog even terug naar wat Rob nou zei. De talentvolle paarden, Jur, die worden steeds jonger verkocht. Dat was de stelling van Rob. Er dreigt een leegloop en de wedstrijdkalender die wordt maar voller en voller. En daardoor is er het risico van overbelasting. Hoe zie jij dat? Nou, in zekere zin heeft hij zeker wel gelijk. De jongere talenten worden daadwerkelijk steeds sneller verkocht. Leegloop wil ik nog niet direct zeggen. Want je moet toch weer steeds de jonge paarden opleiden. En ik denk dat er nog genoeg goede paarden in Nederland zijn. Als je goed opleidt, dan is er nog toekomst genoeg. Alleen, ja, het is net als bij het voetbal. Als je een extreem talent hebt bij Ajax of bij PSV, dan worden die al op jonge leeftijd al weggekocht door Barcelona of Engelse clubs. Ja. En, dat is bij ons niet anders. Ja, ja, ja. Even naar een stap terug, even naar de fokkerij. Vraag heb ik ook aan je voorganger gesteld. Hebben wij vanuit de fokkerij voldoende echt kwaliteit? Goede aanwas? Dat denk ik wel. Nederland staat sowieso al bekend om een hele goede fokkerij. Dus de merries zijn er al, de goede stammen zijn er al. We hebben goede hengsten. Misschien dat we het qua vermogen, dus qua kracht, iets hebben verloren in de laatste jaren op landen als België en Duitsland. Maar die inhaalslag, daar zijn de grote hengstenhouders, als bijvoorbeeld Van der Lagerweg, al een paar jaar geleden mee begonnen. Dus we krijgen wel hengsten met meer bloed, meer vermogen. Dus het is niet zo dat we gelijk 10 jaar achterlopen. Alleen dat er wat moest gebeuren, dat is duidelijk. Ja, ja, ja. Moeten we dan zomaar accepteren dat paarden hier 1 geweldig gefokt worden uit hele goede merrielijnen, geweldige hengsten uitkiezen. We hebben in Nederland natuurlijk ook een arsenaal geweldige hengsten. Dat we ze hier opleiden. We hebben volgens mij heel veel goede ruiters en Amazones. En dan moeten we accepteren dat ze op 6, 7-jarige leeftijd weg zijn? Helaas wel.
dat denk ik wel. Nogmaals, die hele extreme talenten, daar gaat om zoveel geld. Dan zijn er in Nederland gewoon eigenlijk geen mensen meer die dat risico durven aan te gaan om ze dan nog te houden op een enkeling na. Ja. Als ruiter moet je natuurlijk wel het geluk hebben. Dat heb ik bijvoorbeeld bij Van der Lagerweg, als die een hele goede dekhengst hebben, dan is die gewoon niet te koop. Want zij willen gewoon de beste dekhengsten voor de Nederlandse fokkers. Ja. Dus ook als er dan een keer ontzettend veel geld wordt geboden, als wat vroeger ook daadwerkelijk is gebeurd voor Sirocco Blue, dan zeggen ze ja, dat kunnen we niet maken, we houden hem, we willen hem als hengst houden, we willen daarmee verder. Dus daar heb ik persoonlijk een enorm geluk achter, dat die de beste paarden houden. Ja. Verder, Nederland is een handelsland, dat is gewoon zo en de extreme talenten worden verkocht. Ja. Maar dan zeg ik meestal maar zo, uiteindelijk wint toch wel de mentaliteit van het en karakter van het talent. Dus er zijn meer paarden en soms komen het in één keer één bovendrijven waar je misschien niet als jong paard van verwacht. Ja. Maar die het gewoon het karakter heeft en het doet. Ja, die het dan toch doet. Waarmee je naar het hoogste niveau door kunt stromen. Ja. En dan die laatste vraag. Hè, want met alle ontwikkelingen mondiaal gezien in de sport. Je hebt heel veel meegereden. Wereldkampioenschap, Europese kampioenschappen. Nederland vertegenwoordigd. Nations Cup wedstrijden. Heel veel Olympische Spelen. Noem het maar allemaal op. Maar komen er hele series immens populaire wedstrijden komen daarbij. De spoeling, ik hoor jou zeggen, die wordt wat dunner. Het aantal goede toppaarden die hier in Nederland blijven lopen, dat wordt minder. Maar de topwedstrijden, dat was dan ook de stelling van Rob, die wedstrijdkalender die raakt maar voller en voller. En daardoor dreigt wel het risico van overbelasting van je paard. Dat klopt. Alleen ik denk dat je dat als ruiter gewoon heel goed moet managen. Vroeger deed ik ook de landenwedstrijden en vrij vroeg in het seizoen een paar wereldbekerwedstrijden. Nu met de globals erbij, je kunt niet meer alles. Je kunt niet en de globals rijden en een heel goed kampioenschap voor je land rijden. Dat is gewoon allemaal te veel. Dus je moet duidelijk gaan plannen. Een goede ruiter heeft dan meerdere paden nodig. Wil je op meerdere fronten strijden, dan krijg je weer het probleem dat je zegt van wordt toch veel talenten worden al verkocht. Dus die spoeling wordt moeilijker. Dus er blijft gewoon één ding over. Gewoon heel duidelijk gaan kijken wat voor wedstrijden je gaat rijden. En daar een hele duidelijke beslissingen in nemen. Ja. En dan krijg je natuurlijk ook geen overbelasting. Ja. Alleen soms moet je een keer kiezen voor het land. Soms moet je een keer kiezen voor het geld. Ja. En dat is ieder voor zich. Ja, ja, ja. Kort samengevat. Paarden zijn van zeer goed tot uitmuntend. Die in Nederland veel gefokt worden. Worden in Nederland over het algemeen heel goed opgeleid. De paarden worden goed opgeleid. We moeten helaas, jammer genoeg, accepteren dat er veel op jonge leeftijd ook vertrekken. Die verkocht worden, die niet aan te houden zijn. Dat is de paarden die we overhouden, die moeten we heel zorgvuldig en selectief inzetten op alle wedstrijden. En als laatste, die bedenk ik me dan zelf zomaar even. Dat we heel erg blij moeten zijn en omzichtig tevreden moeten zijn. En met de eigenaren als Wiebke van der Lagerweg. Met eigenaren als de heer van de Leegte, met eigenaren als Jos Lansink, waar Frank Schuttert dankzij ook paarden heeft waar hij op het hoogste niveau mee moet. En misschien toch maar hopen dat er nog meer mensen opstaan die in de paardensport willen investeren en die het aan kunnen en aan durven om een goed paard zeg maar toch door te houden. Ja, en dat, daar heb je helemaal al gelijk in en ben ik persoonlijk ook heel veel dankbaar voor zulke mensen die er zijn. Van de andere kant, het wordt ook steeds interessanter. Als je het weer vergelijkt met voetbal, als je ziet wat Ajax heeft geïnvesteerd dit jaar, maar het eind van het jaar het dubbel in het dwars terugkrijgt, is dat in de paardensport net zo dat het voor sommige mensen heel interessant wordt om te gaan investeren. Ja. Rente op de bank krijg je toch niet meer, dat is die zo. Tijd is geweest. Ja. Goed, het zijn levendige wezens, dus je hebt een enorm risico wat je loopt. Ja. Maar daarentegen, als je een jong talent opleidt, kijk naar een Van der Ligt bij Ajax, Bergwijn bij PSV, die gaan echt voor heel geld weg en uiteindelijk gaan ze toch verkocht. Dat moeten we accepteren, maar we hebben hele mooie sporten op dit moment, ook in de paardensport, geweldig. Ja. Ja. En goede talenten dus. Goeie toevoeging man, goeie toevoeging. Het is niet alleen maar van, zeker, je moet ook van een goede positieve kant bekijken. Hé, nog eventjes, want je bent hier nou op de Pilbergen, de Wintermasters, voor de eerste keer hier gehouden. En jij kwam hier, donderdag dat je hier gekomen bent, wat dacht je? Ja, fantastisch. Ik heb natuurlijk al veel gehoord. In Noorden hebben wij niet zo'n mooie accommodatie als hier. Dat is fantastisch. Echt mooi. Ja. Maar alles eromheen. De sfeer, alles hoe de stallen allemaal zijn voorbereid. Fantastisch mooi concours. Ja. Heel goed gedaan. En
Het zou voor ons in het noorden van het land ook niet slecht zijn als we daar ook een voorbeeld aan nemen. Er is zoveel toeloop. Er zal ook in er zal best ruimte zijn, maar zie het georganiseerd te krijgen. Ja. Nou, daar wens ik je heel veel succes en sterkte mee. Dankjewel. Vond het fijn even met je gesproken te hebben. Dank je wel. Veel succes hier voor de rest op de Wintermasters. En je komende wedstrijden, je vertelde, je gaat naar, even denken, naar Noorwegen. Ja, naar Noorwegen wedstrijd. Dan 2 weken naar Doha. Doha, Longines Global Champions Tour. Globals, ja. Ja, ook voor het geld. Ja. En dan Den Bosch. De Dutch Masters. De Dutch Masters. Nou, dan zien we elkaar daar ook weer. Nogmaals, dankjewel, veel succes. Tot de volgende keer. Dank je. Oké. Okay.